Welkom allemaal, dit is de reading voor de nieuwe maan. Dus voor 13 maart. Dus even kijken. Nou, het kan geen toeval zijn, ik ga dit nu opnemen en het is precies 13:13. Nou, dus 13 maart, 13:03 om 13:13. Nogmaals, het is geen toeval. Ik kreeg door om het Gaia-deck te gebruiken, de Animal Spirit en de Divine Energy Oracle. Dus dat gaan we ook doen. Ik hoop dat alles goed en wel met je gaat, dat je gezond en gelukkig mag zijn. Ik wil jullie bedanken voor de vele likes, jullie positieve berichten op de readings. Ontzettend lief. Maar ook het massale vertrouwen door jullie te abonneren. Alle nieuwe kijkers, wees van harte welkom. Fijn dat je kijkt. Ik hoop dat het resoneert. Het beste is om je te abonneren, want dan zit jouw energie op dit kanaal. En dan resoneren de readings beter met je. Ook als je op het belletje drukt, dan hoef je niks meer te missen. Bij iedere nieuwe post krijg je automatisch een berichtje. En je kan ook een herinnering nog instellen. Nou, we gaan gauw beginnen met het Gaia-deck. Angels, Archangels, Spirit Guides, Ancestors. Wat moeten wij weten voor de nieuwe maan, 13 maart. De nieuwe maan. Normaal zeg ik nooit specifiek welke datum. Maar ik denk dat ik nu 13 maart zei, omdat ik ook zag dat het 13:13 was. Het zal misschien nog een extra berichtje zijn. Die 13:13. Twee kaartjes. Mag ik er nog twee, Spirit? Mag ik er nog één? Mag ik er nog eentje? Dank u. Zo. Ik heb liberation, vrijheid, loslaten krijg ik daarbij. Kaart 25, dus maak 7. 7 is onder andere goddelijkheid, spiritualiteit. Losraken uit een negatieve attachment, dus dat kan een negatieve gewoonte zijn, een negatieve spiraal, een negatief patroon. Iets negatiefs in ieder geval waar jij mag uit losraken, want jij wordt verlicht. Kijk maar, hele mooie gele aura om het kopje van die duif. Het kan ook zijn dat jij losraakt uit een negatieve gedachte waar je misschien al langer in zit. Misschien heb je wat negatiefs meegemaakt met een ex van jou. En komt er nu een bericht, want ja, vogels staan voor mij ook voor zijnde een bericht brengen. Komt er een bericht binnen? Soms wil ik sneller dan het licht praten als ik berichten binnenkrijg. Sorry daarvoor. En dat is een berichtje om vrede te stichten. Dus iemand die jou pijn heeft gedaan, die wil jou graag witte vlag uitreiken. Dus het met je bijleggen. En dat houdt jou gelijk ook uit negatieve gedachtes. Dan heb ik hier nog de Sacred Journey. Heilige reis, nummer 22. Dat is een meestergetal. Ja, ik zie hier toch echt duidelijk cyclusie, hè? Die rondjes. Je bent gaan groeien in jezelf, zelfliefde. Maar ook gelijkertijd groeien aan bepaalde cyclusie, patronen in de liefde die je mag gaan doorbreken. Je hebt ups en downs. He, dan zijn jouw takken vol met bladeren en dan ben jij helemaal kaal. Dus heb je, maar ik zie het daar tegelijkertijd ook weer van dat je een hoop hebt losgelaten. Ik krijg ook door dat deze persoon die jou veel pijn heeft gedaan, die het dus met jou wil bijleggen,
die jou een bericht gaat sturen, die heb jij losgelaten en zij voelen dat zij dus niet meer in jouw energieveld zitten en daardoor komen ze na een lange tijd om jou dat bericht te sturen. Dan heb ik hier kaart nummer 37, maak 10 dus, een voltooiing. De kaart heet 9 van harten. En vervulling, harmonie, bescherming. Ja, het brengt jou vervulling, dat bericht. Je weet waar je aan toe bent. Het brengt je terug in harmonie, in balans. Omdat je weet, je kan nu iets afsluiten. Je weet waarom iets gebeurd is. Je kan iets plaatsen. Het heeft met de liefde te maken, ook deze kaart en die 9 van harten. Je kan iets gaan afsluiten. Ik ga ook die 9 ga ik hier tussen leggen. Krijg ik door. Van 9 gaan we. Nee. Ik krijg door. Zo laten liggen. Oké, dan blijf ik er vanaf. Maar dat is dus de 9 van harten. Waarschijnlijk zit jij nog in fase 9 nu. Maar op het moment dat jij dat bericht gaat krijgen, kan je het afronden van jezelf? Dan mag jij dus naar 10. Dan mag jij dit cirkeltje voor jezelf gaan sluiten. Je doorziet de dingen. Sorry hoor. Ik wil te snel. Ik zal rustig aan doen. Je doorziet de dingen. Oog van Isis krijg ik hier weer door. Weer Isis. Het kan goed zijn dat Isis je bijstaat. Ja, je bent enorm gegroeid op spiritueel gebied, want dit boom staat helemaal vol blad. Ook heb je vele emoties losgelaten. Heel erg mooi. En dan hebben we hier de Zen Garden. Dus ja, je innerlijke rust krijg ik daarbij. Kaart 38. Dus dat is 11. Dus ja, wij lopen eigenlijk op, hè. Van 9 naar 10 en dan naar 11. Het kan goed zijn dat er een diepe soulmate of dat er een twin flame contact met je opneemt. Ja, dus je gaat een berichtje krijgen waardoor je dingen kan afsluiten. Dat berichtje komt omdat jij dus deze persoon hebt losgelaten. Die is uit jouw energieveld. Daardoor keert deze persoon terug. Die gaat jou een verklaring geven waarom de dingen zo gegaan zijn als ze gegaan zijn. Ik krijg ook excuus bij deze kaart door. Rustig mukkie op de tafel springen, want dan gaat heel mijn beeld schudden. Sorry hoor mensen. En jij bent in de tussentijd gegroeid. Nee lieve schat. Nee, kom liefje. Ga maar lekker op de grond. Ja. Allemaal lekker knabbelen of zo. Je bent enorm gegroeid in de tussentijd. Jullie wegen moesten zich ook scheiden, zodat jullie beiden op jullie eigen wijze konden groeien. Het brengt vervulling, het brengt harmonie dat jullie weer met elkaar in contact komen en het geeft je innerlijke rust. Oké. Ik wil verder gaan met de Spirit Animal Deck. Mag ik een verklarende kaart op die Liberation kaart? Nummer 25. Oké. Ik krijg door hoe ik het moet doen. Normaal doe ik het nooit zo. Kaart nummer 18, maak 9. De Deer Spirit, het hert. Bring a gentle touch. Als jij dus de bericht krijgt, kan goed zijn dat deze persoon jou heel veel pijn heeft gedaan in het verleden. Of heel erg teleurgesteld heeft. Of gewoon niks meer heeft laten weten. Ghosting dus. Wees niet te hard. Klinkt raar. Maar reageer vanuit liefdevolle vriendelijkheid. Dat wil niet zeggen dat je over je heen laat lopen. Dat je niet je grenzen laat zien. En dat je je grenzen duidelijk stelt.
maar reageer vanuit liefdevolle vriendelijkheid op het bericht. Dan willen we graag een verklarende kaart op Sacred Journey, oftewel heilige reis. Dat is die reis die jullie met elkaar, maar ook afzonderlijk van elkaar gemaakt hebben. Nog een laatste keer shuffelen. Zo. En de onderste kaart. De neushoorn, nummer 5. Er komt dus verandering en dat zal het obstakel uit de weg ruimen. Ja, door dat bericht komt er verandering in jullie connectie. Als jij dus zachtaardig bent, liefdevol bent, compassievol bent, er komt een verandering in jullie connectie. Oké, okay. Wat mogen we nog meer weten? Verklaar die 9 van harten alstublieft. De 9 van harten, kaart 37. Dan krijgen we de buffel, nummer 10. Dus er ligt hier 10 en 10. 2 keer 10 bovenop elkaar. Buffalo Spirit, Abundant Universe will provide. Dus omdat jullie beide een groei hebben doorstaan, zal het universum jullie ook verder hierin voorzien. En dat zal waarschijnlijk zijn de eerste instantie dat ze jullie bij elkaar brengen. En ze gaan erop toezien hoe jullie het nu samen gaan doen. Mogen we ook nog een verklarende kaart op de Zen Garden. De Zen Garden, Spirits and Guides, Angels, Archangels, Ancestors. Dan krijgen we de Coyote met nummer 7. En er staat op Trust in Divine Detours. Heb vertrouwen, ook al geeft het goddelijke, het universum, kosmos jou een detour, oftewel een omleiding. Heb er dan toch vertrouwen in, dat doen ze bewust. Dat is omdat jullie moeten groeien. Lieve Muk. Ja, ik weet het. Je wil heel graag meekijken, maar... Niet doen, liefie. Vrouwtje wil het even afwerken. Vandaag al heel vaak mijn readingen verstoord. Dus neem je tijd, lieve schat. Niet zo ongeduldig. Ja, misschien dat deze persoon niet kan wachten tot ze een bericht aan jou gestuurd hebben. Heel graag wat van zich willen laten horen. Misschien, ik krijg ook door, ze zijn bang dat jij misschien iemand op je pad hebt waardoor ze je gaan verliezen. Dat is niet voor allemaal van jullie. Ik ga nog een paar verklarende kaarten vragen met de Divine Energy Oracle. Nee, lieve schat. Kom, kom maar. Kijk, dat bedoel ik. Oh, ja. Gaat er maar af. Dat bedoel ik dus met, je mag lief zijn. Ik ben ook lief tegen Mucky, maar ik stel wel grenzen. Dus ook al krijg je een bericht van die persoon, stel duidelijk jouw grenzen. En als het nee is, is het ook nee. En laat het gaan wat er in het verleden gebeurd is en geniet van het moment. Nou, nog eens eventjes verder shuffelen. Nee, niet doen hè. Niet op tafel. Als vrouwtje zegt nee. Je weet het hè, af en toe moet je luisteren. Voor de rest mag je van alles, maar wel luisteren. Tijd voor spelen, tijd voor dat vrouwtje serieus eventjes een reading moet doen.
Je mag, ja, daar mag je gaan liggen, achter het scherm. Prima. Goed zo. Be decisive. Dus weet heel goed wat je wilt. Hè? Beslis. Wees vastberaden. Wat je wilt met deze persoon. Hoe je gaat reageren. Je hoeft misschien ook niet meteen te reageren. Laat het even bezinken. Maar wees wel besluitvaardig in dit geheel. Ik krijg retreat door, dus misschien is het handig om wat rust te nemen. Want dit gaat veel energie kosten, krijg ik door. Dan gaat je emoties... Ja, dit ligt heel gevoelig, emoties, gevoelens, anders word je opgerakeld. Dus trek je nu op het moment terug, zodat je kan rusten. Je krijgt misschien nog wat berichten door van Spirit. En ja, doe gewoon relaxen, want doe... Waar je van houdt. Dus doe gewoon de leuke dingen. Misschien voel je onbewust ook al aan. Dat je daarom een beetje onrustig bent. Of onrustig slaapt. Dat deze persoon naar je toe komt. Dat je zijn of haar energie voelt. Maar. Hou je gemak. Doe rustig aan. Laat deze komen wanneer je. Wanneer deze persoon in je leven komt, laat die dan ook komen. En ga daar niet echt specifiek op wachten. Ga niet nu jezelf al helemaal gek maken, maar doe gewoon je ding. Op het moment dat die persoon het bericht stuurt, zeg de waarheid. Zeg wat er op je lever zit. Spreek je hart uit. En neem jouw tijd, neem de rust. Hou je kalmte. Je kan de ademhalingsoefeningen, de meditaties die allemaal online staan, die kan je allemaal gebruiken als je het gevoel hebt dat je emoties je helemaal overschaduwen. Lieve schat, niet doen. Nee, schatie, dat is niet om te spelen. Gaat er maar eventjes af, hè? Ja, nee. Nee, zeg ik toch? Nee is nee. Ik voel me net zo'n lerares, zo van nee is nee. Misschien moet je ook wel nee zeggen. Zo van nee is nee, ik heb dat gezegd, daar hou ik je aan. Ja, zou goed kunnen hoor. Nou, genoeg geshuffeld dacht ik zo. Eens even kijken. Wat is de volgende kaart? Verklaar de kaart op kaart 50. Let go and enjoy. Ja, wat ik al zei, van nu je weet dat die persoon jou een bericht gaat sturen. Maar ook als zij je een bericht hebben gestuurd en het doet heel veel met je. Laat het dan los. Kom tot rust. Ga leuke dingen doen. Ga er niet de hele tijd aan denken. Doe gewoon leuke dingen. Zodat je kan ontspannen. Daar gaat het om. Zodat je dus ook vanuit een liefdevolle vriendelijkheid... kunt reageren uiteindelijk op het bericht. Mag ik een verklarende kaart? Op nummer 10, de Buffalo Spirit. Grieve your losses. Dus je mag verdriet hebben, je mag rouwen. Het kan goed zijn dat deze persoon alleen maar een bericht stuurt om jou dingen te kunnen laten afsluiten. Dat ze dus geen intentie hebben om met jou verder te gaan. Kan allemaal. Deze kaart blijft ook liggen. Live your soul, not a role. Dus wees oprecht en eerlijk. Doe je niet beter of anders voor dan dat je bent. Wees authentiek. Oké.
En mag ik nog een verklarende kaart op die Coyote Spirit, nummer 16 Spirits. De Coyote Spirit. Reevaluate your priorities. Ja, dus bekijk of herbekijk wat jouw prioriteiten zijn. Misschien krijg je al een voorstel dat je moet gaan kijken van wil ik dit? En zo ja, waar leg ik mijn prioriteiten? Laat je vooral niet overroelen. Doe de dingen die je leuk vindt. Dus als jij nu heel anders in het leven staat dan de laatste keer dat je contact met deze persoon had, ga gewoon gerust met je leven verder. Het is natuurlijk belangrijk dat je eigen onafhankelijkheid houdt. Dat je de dingen doet die je leuk vindt. En dat je dus niet alles vrij gaat plannen. En dat je weer jezelf verliest omdat deze persoon in jouw leven komt. Dat is absoluut niet de bedoeling, krijg ik door. Dus we hopen ook dat je die les in ieder geval hebt geleerd. Nou, als jij nog voelt dat je het een en ander moet aankijken uit het verleden, doe dat dan nu nog, want dan heb je nog tijd voordat deze persoon in jouw energie komt. Want zodra ze bericht gestuurd hebben, ja, dan zitten jullie beiden in elkaars energie. Eigenlijk nu al, als jullie aan elkaar denken. Mag ik misschien nog een kaartje op Be Decisive Spirits? Ja, live your life to the fullest, dat zei ik eigenlijk al, hè. Dus ga gewoon verder met je leven. Doe de dingen die je leuk vindt. Ga niet je leven omgooien voor deze persoon. Nee, ga gewoon lekker verder. Let go and enjoy. Mag ik daar nog een verklaarde kaart op? Ja, maak de nodige opofferingen. Dus je kan ervoor kiezen om voor deze persoon te gaan. Je kan er ook voor kiezen om dat niet te doen. Je kan ervoor kiezen om in beginsel het rustig aan te doen. Je eigen prioriteiten te stellen en die ook te handhaven. Ik weet niet hoe lang dat jullie uit elkaar zijn geweest, maar jullie hebben wel alle twee afzonderlijk van elkaar die groei doorgemaakt. Dus ik denk ook wel dat het heel belangrijk is om elkaar de tijd te geven. Je bent tenslotte alle twee gegroeid, veranderd, vele transformaties doorgegaan. Dus je bent ook anders dan voorheen. Dus leer elkaar weer kennen. En het kan ook zo zijn als die persoon, dat die persoon alleen maar jouw closure geeft, dus sluiting, afsluiting. Dat ze dus bijvoorbeeld zeggen van, ik heb op dit moment geen relatie, maar de vorige relatie was dusdanig zwaar, moeizaam. Ik kan een ander woord nemen, maar dat doen we maar niet. En dat is me zo tegengevallen. Ik heb tijd nodig om daar overheen te komen. Dus voorlopig zoek ik niks. Ik wil van mijn vrijheid genieten. Ik wil niks vastigheid of wat dan ook. Dat kan natuurlijk heel teleurstellend overkomen voor een gedeelte van jullie. Voor een groep van jullie. Omdat je misschien denkt, hè, die persoon is eindelijk vrij. Dan kunnen wij wat beginnen. Geef die persoon ook gewoon de gelegenheid om te rouwen, om hier overheen te komen en bedenken. Geef die persoon gewoon zijn of haar ruimte. Want uiteindelijk als jullie bij elkaar horen, dan komt die persoon vanzelf alweer terug. Horen jullie niet bij elkaar, dan vind jij wel iemand anders op je pad of loopt het leven anders. Dus forceer niks. Je hebt het niet in handen. Het is Divine's plan. Het is hoe je het contract bij geboorte hebt
getekend, zeg ik altijd maar. En laat het aan het divine, aan het goddelijke, hoe het leven loopt. Mag ik nog een verklarende kaart, spirits, angels, archangels, ancestors op? Live your soul, not a role. En grief, toch? Was het? Ja, grief your losses. He, dus er zitten hier, ja, er kijken meerdere mensen natuurlijk. Dus er zitten ook hier, je hoort nu ook mij zeggen, verschillende verhaallijnen. Dus er zitten hier ook echt wel mensen die gaan moeten loslaten. Die gaan moeten rouwen, omdat iemand voorlopig nog niet met hen in union wil komen. Ja, leg je daar weer neer. Laugh at your demons, dus lach naar je demonen. Dus als je ja, hier je heel erg druk over hebt gemaakt, dan lach erom. Ga er luchthartig mee om. Het is wat het is. Je kan jezelf alleen veranderen en niet de ander. En de situaties gaan zoals ze horen te gaan. Dus. Nou. Dan nog een kaartje op re-evaluate priorities. Dus prioriteren. Herbekijken. Nou, twee kaartjes. Ja, go with the flow. Dus hè, zoals ik zeg, van laat het los, laat het gaan. Maak je niet druk. Heb vooral niet de illusie dat je, als deze persoon zegt dat hij of zij voorlopig er even geen zin in heeft, maar wel contact met je wil houden. Hè, forceer dan niets, hè, maar ga het gewoon met die golf mee. Het is wat het is. Reaces, geen idee wat het betekent, maar ik wilde toch al gaan kijken voor jullie wat sowieso de spirituele betekenis van 1313 betekende. Dus eens even kijken. Google Translate. Ja, mijn English is very good looking, maar ook niet altijd even goed. Dus even kijken. Reaces. Ik weet niet eens of ik het goed uitspreek. Opnieuw beoordelen. Dus ga deze situatie bekijken als je dat berichtje krijgt. En ga dan met een clean slate. Dus met een nieuw boekje beginnen, een nieuw hoofdstuk. Doe alsof jullie elkaar voor het eerst ontmoeten. Want het is natuurlijk zo. Hè, er is de nodige tijd overheen gegaan. Jullie staan heel anders in het leven nu. Dus ga opnieuw er fris in. Wees in het hier en nu. Dat wil ook enorm helpen. En trek dan pas je conclusies. Nou, kijk eens. Make no judgment. Dus ga niet van tevoren zitten oordelen. Laat het los. Het is wat het is. Nou, look forward, kijk vooral vooruit, wees positief. Ga ze met een open kinderlijke nieuwsgierigheid in. Neem vooral die tijd om te verjongen, oftewel neem de tijd om jouw rust te pakken. Hou van jezelf, dus wat ik al zei, van ga niet heel je planningen, alles omgooien, dat het om deze persoon gaat, nee. Je houdt van jezelf, je hebt je eigen prioriteiten en daar hou je ook aan vast. Engage higher reason. Ja, besef dat jullie bij elkaar worden gebracht voor een hogere doel. Dus het zal best zo zijn dat als deze persoon zegt van dat ze er nu nog niet voor klaar zijn, dat jullie daarna toch ook weer in union komen, dus het gaat zoals het gaat. Admit your vulnerabilities, dus geef geef jezelf bloot, durf jezelf je kwetsbaarheden te tonen. Wat hebben we nog meer? Be patient, ja, wees geduldig. Kan goed zijn dat ze contact met je opnemen, maar dat ze voorlopig niks met je willen. Dan heb je gewoon geduld nodig.
En ieder heeft tijd nodig om, om te helen, om te groeien, etc. Wat hebben we nog meer? Imagine solutions. Ja, kijk even welke oplossingen dat jij denkt dat helpt in deze connectie. Refine your attention. Dus ja, ga de focus op overnieuw stellen. Dus kijk even wat is belangrijk. Waar leg ik mijn aandacht op? Claim your art. Ja, jouw kunst claimen. Dus als jij in de tussentijd je eigen zaak bent begonnen. Of je bent heel erg goed ergens in. Wat je heel graag doet. Schilderen, tekenen, fotograferen, dansen, zwemmen, schrijven. Boetseren. Op wat voor manier dat je dan ook dingen creëert. Ja, wees daar trots op en ga daar lekker in verder. Laat dat je uitlaatklep zijn. Face your adversities. Ja, je moet ook naar jouw tegenstrijdigheden mag je kijken. Want ook daar kan je natuurlijk weer van leren. Be true to yourself. Wees eerlijk, oprecht naar jezelf. Ook als je keuzes maakt, wat vind ik belangrijk? Keep your commitments. Hou je aan jouw afspraken, je verantwoordelijkheden, je grenzen. Wat ik eigenlijk al helemaal in het begin zei. Raise your vibration. Ja, altijd goed hè, om jouw vibratie hoog te houden. Vandaar dat je ook hier vanuit een liefdevolle vriendelijkheid moet reageren op het bericht wat je gaat krijgen. En doe iets anders. Doorbreek de sleur, doorbreek de dagelijkse routine. Als jij jouw dag altijd begint met iets en eindigt met iets, ga dan de dag eens met dat waar je altijd mee eindigt beginnen. Of maak er totaal een hele andere dag van. Gooi jouw hele dag om. Dat geeft altijd een fris perspectief op de dingen. En maakt het leven ook meer dat je in het moment kan zijn. Want ja, laat maar gewoon komen wat er dan komt. Nogmaals, die kinderlijke nieuwsgierigheid, die openheid, die kinderlijke blik op het leven. En je gaat dan ook minder in het hoofd zitten, omdat je dus iets overhoop haalt, hè, een andere volgorde doet of totaal iets anders doet. En dan laat je je vanzelf ook verrassen door wat het moment brengt. Nou, een hele mooie reading. Dus weet, er gaat iemand contact opnemen met je, iemand die je hebt losgelaten, die voelt dat jij hebt hem of haar niet meer in je energie. Dus die neemt contact met je op. Jullie hebben beide afzonderlijk van elkaar zijn jullie gaan groeien. Dat was Divine Plant. Je hebt innerlijke rust gevonden. Reageer vanuit liefdevolle vriendelijkheid. Deze verandering, even spieken hoor. Brengt dat je een bepaald obstakel of obstakels kunt uit de weg gaan, ruimen. Volgens mij wordt het communicatief ook moeilijk. Komt niet uit mijn woorden. Nou, 10-10, dus een voltooiing van de cyclus. The abundant universe will provide, dus het universum zal jou hierin voorzien. En voor de rest, ja, go with the flow vooral. En ga uit je hoofd en wees vriendelijk en wees in het hier en nu. En laat je niet opjagen. Stel jouw grenzen. Laat zien wat jij belangrijk bent. En zie dit als een vernieuwde. Ja, zie dit gewoon als een totaal op zichzelf staand nieuwe situatie. Waarbij je open ingaat. En kijk hoe het loopt. De een krijgt een aanbod en die wil meteen huisje, boompje, beestje. De ander krijgt een bericht
Ik kan niet meer praten. Jongen, jongen, jongen. Dat wordt wat. Als jullie bijeenkomen. Dus er zijn eigenlijk twee verhaallijnen. Eén, jullie komen bij elkaar en huisje, boompje, beestje. Voor een andere groep van jullie is het, je krijgt een bericht. Die persoon vertelt van ik ben van mijn partner af. Maar ik heb het een en ander meegemaakt. Dus voorlopig wil ik even vrij zijn en wil ik ook me nergens aan binden. Of aan iemand binden. Dus misschien ben je daar teleurgesteld over. Laat het gaan. Zeg wat je op je hart hebt. Maar wees wel open, vriendelijk. Ga niet terugkijken hoe het gelopen is. Je leeft in het hier en nu. En kijk voorwaarts. Als die persoon nog geen tijd voor je heeft. Of die heeft tijd nodig voor zichzelf. Loop je eigen pad. Wees creatief. Doe leuke dingen. Probeer uit het hoofd te blijven. En dan komt het vanzelf goed. Ja? Nou, bedankt voor het kijken. Oh, nee. Wacht even. Ik moest nog kijken wat die spirituele betekenis van 1313 betekende. Dat is waar ook. Eens even kijken. Ik ben toch heel reuze benieuwd wat dat betekent. Even kijken. Spiritual meaning of number 1313. Ik bedoel, een reading op de 13e. En dan is het exact 13:13. Dit nummer zegt dat je op het juiste pad bent. En dat je dus voorwaarts mag gaan. Vol positiviteit op dit pad. Je weeft zo verder jouw web. En je doet heel goed werk. Terwijl je met jouw pad en het weven van jouw web bezig bent. Oftewel in het Engels. Angel number 1313 says you can continue on the positive path that you are weaving with all of the great work you are doing. Nou, en daarmee besluit ik nu echt deze reading. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Namaste.